Ja, waar denk ik aan als men mij vraagt co-creatie? Het gaat hem voor mij over de wisdom of crowds in het algemeen. En dat er zeer veel creativiteit overal zit, zeer veel inzicht in zaken overal. En dat je in de eerste plaats dat er moet voor zorgen dat die bovenkomen in je eigen organisatie. Maar dat je in je eigen organisatie, ook iedereen die daarmee bezig is, zegt van gebruik al je netwerken daarbuiten. En niet alleen de netwerken die je hebt vanuit je professionele omgeving, maar ook de andere. Co-creatie gaat voor mij vooral over leiderschap. Hoe raar dat het ook klinkt. En het afgeven van de oude ideeën van leiderschap. Het gaat ervan uit dat er thema's zijn in de maatschappij. En niet dat er organisaties zijn in de maatschappij. Het gaat enorm uit van technologie. Waarom is er niet gesproken over co-creatie in de jaren 60? Waar iedereen enorm bezig was met vernieuwing en the sky is the limit en sous les pavés, het strand. Dat is omdat de technologie er niet rijp voor was toen. Er was geen technologie. En je ziet de snelheid van hoe dat innovatie hier is. En ik bedoel dan maatschappelijke innovatie, hè. Niet noodzakelijk innovatie die te maken heeft met producten. Dat is het gevolg ervan. Maar hoe dat te maken heeft met de snelheid die technologie ons nu geeft. En het weghalen van de ouderwetse verhoudingen tussen mensen. Co-creatie is belangrijk omdat we, als we het niet doen, we niet meer bestaan. Dat is zo eenvoudig. Want ultiem zit er een economische context aan. Als wij aan onze kleinkinderen nog een omgeving willen geven waarin dat we nog toonaangevend zijn in de wereld, dan moeten we massaal co-creëren. Co-creatie kan alleen maar succesvol zijn als mensen ervan overtuigd zijn en vooral van overtuigd zijn dat ze hun rol moeten veranderen. Co-creatie is no easy thing. Je moet jezelf in vraag stellen. En vooral de mensen die hoger in functie zitten in organisaties, in de politiek, in de economie, moeten zeggen, bij zichzelf vaststellen, ben ik goed bezig? Is dat de manier waarop dat ik het beste haal uit mensen? En niet alleen uit mijn mensen, maar in het algemeen. Hoe werk ik ook samen met anderen? In hoeverre ben ik iemand die andere mensen inspireert? Daar wordt heel weinig over nagedacht. Wat zeker ook moet veranderen in het Westen is de dingen die we opgezet hebben sedert 1980. En de wijze waarop we ons leven hebben georganiseerd sedert 70, 80. En natuurlijk heeft het te maken met een idee dat al veel ouder is. En dat is het Taylorisme. Taylor heeft gedacht, wij gaan voor iedereen in de organisatie zeggen wat hij moet doen. Die moet daar het boertje aanzetten, die moet daar het stuur zetten. En als iedereen dat doet, op het einde van de dag staan daar 300 forts. Ja, zo werkt het leven niet meer. En natuurlijk moest je dit soort organisatie vroeger hebben, omdat de mensen niet gestudeerd waren. En dan was er één ingenieur en die moest dat dan doen voor al die mensen die gewoon geen opleiding hadden gehad. Nu 80% van de mensen is gewoon geschoold straks in ons land. En ik hoop dat het er nog meer zijn, want we laten nog te veel talent verloren gaan. En door de oude vorm van Taylorisme, dat zit nog altijd in de nerven van de wijze waarop dat wij ons organiseren. En daarom laten we bijvoorbeeld mensen niet beslissen wanneer ze werken, of waar ze werken, of zelfs hoe ze werken, want ze zijn beter opgeleid. En van dat soort oude dingen, en dat zit vast in cao's, dat zit vast in hele ouderwetse manieren van ons organiseren, dat moeten we loslaten. Want je gaat toch niet aan mensen zeggen, we gaan co-creëren, maar tussen 9 en 5. En niet op een zondag. Dat is flauwekul. Iedereen weet dat de allerbeste ideeën, die komen in de meeting, na de meeting. Die kunstmatige opdeling tussen privéleven en professioneel leven, dat moet er ook uit. Er is enorm veel input van mensen te geven, gewoon doordat ze vertellen hoe hun leven in elkaar zit. En dan kun je tot co-creatie komen. En ja, daar wordt te weinig de nadruk op gelegd over wat zijn de sociale vaardigheden van mensen, wordt nog een keer gezegd, maar wat zijn de sociale ervaringen van mensen? Van waaruit vertrekt het?
want we blijven nog altijd de oermensen. Hè. We zijn, in essentie zijn we niet veranderd in 2000 of 4000 jaar. We willen gelukkig zijn. En daar moet je constant aan denken wanneer dat je dingen in elkaar zet in je maatschappij. Je kunt geen dingen in elkaar zetten wanneer mensen zich daar niet goed bij voelen. Dat kan efficiënt zijn om dat zo te organiseren, maar als iedereen zich daar niet goed bij voelt, is dat een slechte methode om daarmee om te gaan. Daarom geloof ik zo in co-creatie. Co-creatie zal nooit lukken als de mensen niet gemotiveerd worden door ermee mee te doen. Je gaat niet meedoen met iets dat je leven moeilijker gaat maken. Je gaat meedoen met iets dat je leven gemakkelijker maakt. Niet noodzakelijk dat je minder inspanningen moet doen, maar dat je er gelukkiger mee bent. Dat je het gevoel hebt dat je iets doet dat ertoe doet in de wereld. Dat de andere mensen daar gelukkiger mee worden. En dat je dat nooit op je eentje kan doen. Daarom vind ik het zo tekenend als iemand Milaan Sanremo wint. Wanneer is die het meest gelukkig? Je moet daar eens op letten. Als die over de meet gaat? Nee, op het moment dat zijn team rond hem komt te staan. Want dan is het gevoel van, wij hebben dat hier samen gedaan. Mensen zijn maar enorm gemotiveerd, enorm gelukkig, wanneer ze zeggen, wij hebben het gedaan en het deel dat ik daarin heb gedaan, is enorm belangrijk geweest daarvoor. En dan krijg je co-creatie. Ik heb een ervaring met co-creatie in mijn organisatie die mij zelfs enorm ontroerd heeft door de manier waarop dat het zich voorgedaan heeft. Het heeft te maken met het callcenter dat wij hebben en dat is een callcenter voor mensen met een handicap. En het zijn mensen die arm zijn en gehandicapt die een tegemoetkoming krijgen bij ons. De essentie van het voorbeeld van het callcenter is, het is niet de organisatie die het kan oplossen. Het is veel breder dan dat. En je moet dus gaan zoeken naar wat het ultieme probleem is van iets. En dat alle mensen die daar ook maar enigszins mee zouden kunnen te maken hebben, die zet je aan om mee te denken. En je komt dan tot iets waar je nooit aan gedacht had dat je zou toekomen met mensen die je voordien niet wist dat ze bestonden. Of dat ze je zouden kunnen helpen. Of dat je zelfs zou kunnen denken om het aan die mensen te gaan vragen. En dit is de toekomst. De toekomst is totale krankzinnige netwerken die zich rond een metaprobleem stellen. En dan kom je constant tot co-creatie.